kreeg vanmiddag een telefoontje in het ziekenhuis van de probation officer, de jeugdzorg, dat er 7 kinderen gevonden waren die waarschijnlijk in de kinderhandel terecht waren gekomen. Dus of we konden helpen. En dan ben ik altijd blij dat we voor dit soort instanties klaar kunnen staan. Helaas kunnen de kinderen vanavond nergens anders terecht dan of een politiecel. En heb ik nu aangeboden om de kinderen een weekendje te laten slapen in mijn huis. En in plaats van 7 blijken het er 14 te zijn. Maar goed, ik ben al lang blij dat ze, dat ze straks ergens veilig zullen zijn. En hopelijk zullen ze zich wel hier ook veilig voelen. En, ik had een weekendje alleen gepland. Lekker op de bank voor de buis. Maar zoals altijd hier gaat het nooit zoals gepland. Ik ben heel benieuwd. Wie wat bewaart, die heeft wat. Ik ben blij nu dat ik zoveel kleding heb bewaard. Want dat komt nu heel goed van pas voor de kinderen die gisteravond aan zijn gekomen. Natuurlijk zonder setje extra kleding. En ook dit bingo spel wat ik ooit voor een prikkie heb aangeschaft. Gaat al jaren mee. Hebben we ontzettend veel plezier van. En ik hoop nu ook weer met de kleding bingo. Waardoor we ze een beetje plezier kunnen geven in deze toch wel... rare tijd. Ze zijn gisteren gewoon weggeplukt van die school en dan hier s'avonds gedropt. Die kinderen hebben natuurlijk ook geen idee wat er nou allemaal aan de hand is. Dus laten we er maar gewoon het beste van maken. Kleding bingo. Here we go. F. Yes. Bingo. Let's see. Thank you. You look for something. Make you smile. Are we ready? Yes. And the last two, A. Bingo! 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 Thank you. Ah, go, 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 go,